Mikey en Daniel zijn een bijzonder stijl. Mikey. Hallo allemaal! Hier zijn jullie! Hoi! Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Klok en de Bakken met Mikey en Daniel! En René natuurlijk! En jongens, wat gaan we maken? Kaasnuibroodje! En wat gaan we vandoor? Kaas. Uien. Brood. Een brood. Meel. En water. En? En een mond met een kom. En? Mesje. En? Sneekplaat. En natuurlijk kruiden. Wat zijn het? Italiaanse kruiden. Alright, I'm gonna get the meatball here.
Dus tot zo, hoi! Nou, en jongens, onze kaas en brood is klaar! En kijk hier! Het ziet er weer lekker uit! Nou, gaan we lekker wat eten! Tot zo! Nou, onze kaas en brood is klaar! Kijk eens even hoe lekker het eruit ziet! We hebben nog stukjes verdeeld! Ja! Kom, dit maken wij! Een witbrood en een bruin brood! Hartstikke lekker! Nee jongens, en abonneer op de abonneerknop hier rechts. Over. Of onderin, of ergens in het midden. Ja. Op de abonneerknop. En dan meer dan te zien hier de filmpjes hier. Ja, hier. Of ja. Hier. Nou, de filmpjes staan hier onder. Hier in de reactie. Ja. Onder dit filmpje. Mag ook. Ja. Dus tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van Ponk en de Bakker met Mikey en Daniel! En René. Nou, tot de volgende keer. Fly! Een lekkere fly, wat hebben we daarvoor nodig? Fly?
uit. Ben je lekker aan het rijden? Rijden. Zelf rijden. Pak het niet op. En een mixcar. En een bakvorm. Margarine boter. Pannenlikken. Pannenlikken. Dan kan je nou snel naar de ring mee. En dan 10 minuten. En 10 minuten. Nou jongens, onze eieren zijn geklopt. Kijk nu wie sterk klopt. We gaan nu de bloemen doorheen doen, dat is ongeveer 75 gram bloem. Ja. Heb je de ingevet? Nou, ja, vet. Nou jongens, we gaan de bloemen weer en dat is 75 gram. En regen nog. Nee. En die gaan er al doorheen. Roeren. Pannen. Wippen. Met een pannen liggen. In de oven.
zit in de bakkerij op zijn lijn. Dames en heren, kijk eens even. Nee. En die gaat in de oven op 170 graden. 20 minuutjes. Tot zo, perfect. Nee. Nou, onze taart gaat nu in de oven op 150 graden. 20 minuten. Daar gaat het. De taart is klaar. We halen het even uit de oven. In de oven. Kijk eens eventjes, en klaar. En zo gaan we versieren met aardbeienvulling en bakkerstroom. Dus kijk mee. Daniel! En onze René. En onze cakebodem is klaar. En we gaan nu verder met onze slagroom. Bakkerstroom. Nee, dit gaan we zo doen. En 400 ml. Denk ik de hele... Ja. Zo. Ja. Gaat hij weer. Dat is tuf. Gaat hij, hè? Ja. Zo. Ja, maar dat doen we met de gaten, mensen. Je bedoelt de mixer. Oh, de mixer doen we, sorry. Dat doen we met de mixer. Jongens, we gaan nu lekker mixen. Daniel! En René, en Robert, en hopelijk heb je het nog beter. Tot volgende week. Daag!